iets anders gaan doen. Namelijk goed nieuws voor de liefhebbers van Henk Grol, van judo. Ja, ja, hij gaat gewoon door. En daar zijn wij blij mee, want volgend jaar doet hij weer gewoon mee. Hè. De EK komt eraan volgend jaar. En dat zag er somber uit. Want na die Olympische Spelen in Rio, Henk Grol verloor toen heel snel. Ik geloof al in de derde ronde. Toen verloor hij van een of andere Fransman. Nou, normaal als Henk een pak brie in zijn hand heeft, dan fout hij die Fransman nog op. Maar nu verloor hij betrekkelijk kansloos. En daarna gaf hij een interview. Dat vond ik een fantastisch interview. En toen zei hij eigenlijk, ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Fysiek en geestelijk ben ik gewoon kapot. Mijn lichaam wil ook niet meer. Het is gewoon klaar. Dat is het tijdperk van Henk Grol, is gewoon voorbij. Het is over en uit. Er gebeuren hier nota's dingen in de studio. Ja. Dat wil ik bij die melden. Ongelooflijk, daar kan ik ook een boek over schrijven. Verschrikkelijk. Je moet hier ook alles zelf doen. Maar het goede nieuws is nu. Opladen. Jongens, even terug naar Henk Grol. Even aandacht voor Henk Grol. Want het goede nieuws is, hij stopt niet. Hij gaat gewoon door. En hij is nu in Spanje aan de telefoon. Henk. Goedemiddag. Ja, wij zijn blij, want je gaat door. Ja, emoties zijn een beetje tot rust gekomen. Dr. Kerkhoff heeft mijn schouder gerepareerd. Ik heb weer een nieuwe schouder. Ja. En ik ga kijken of er nog wat in zit. En hoe goed ik nog ben. En ik word nu op dit moment elke dag sterker fysiek. En dat geeft wel veel hoop. Ja, dat is echt iets waar we blij van worden. Want toen na die verloren partij in Rio, je zag er werkelijk uit alsof je 4 weken met je gezicht op een plant had gelegen. Ja, zeker. Veel emoties komen dan vrij. Je hebt er naartoe geleefd en het ging niet helemaal zoals ik het zelf had geregisseerd van tevoren. En dan is het gewoon even slikken en die partij liep gewoon fout. En ik was gewoon niet de Henk die ik had moeten zijn op het toernooi. Ik heb mezelf altijd heel veel druk en heel veel stress opgelegd. En daar probeer ik nu zoveel mogelijk afstand van te doen. En gewoon nu gewoon in te gaan zoals vroeger ik dat ook deed. Gewoon alles of niks. Ja. Mijn wil op te leggen aan mijn tegenstander. Ah, dat vind ik mooi, Henk. Dat is toch ook wat jij uiteindelijk bent, man. Dat is gewoon een alles of niks judoka. Ik vind heel vaak dat judo, hè. Dat vind ik gewoon hartstikke saai om naar te kijken. Dat geruk aan die pakken. En als ik naar jou kijk, dan is het tenminste actie. Nou, dat wil ik ook. Daar sta ik ook voor. Alleen, kijk, wilde ik dat een ultieme doel bereiken. En ja, en dan ga je naar allerlei mensen luisteren. Jij moet rustig aan, hoe je moet het zo doen. Dan komt een soort twijfel door stress in je spel. En dat hoeft helemaal niet. Maar dat is wel eigenlijk een beetje maar, wat gebeurd is. Kunnen wij Tokio nu wel vast in de agenda opschrijven? 2020? Nou, ik zeg geen ja en geen nee. Bel me nog even terug over een jaartje of zo. Nou ja, ja, jouw kinderen. Wat er nog in zit. Ja, maar jij zei 2 maanden geleden, ik stop. En nu zeg je geen ja en geen nee. Volgens mij ga jij nog door tot en met 2024. Hè? Waar zijn de Spelen eigenlijk in 2024? Wie weet. Dat zou je niet weten. Als Dr. Kerkhoff me weer meerdere keren goed, zo goed kan oplappen als nu, dan is alles mogelijk. Ja. Hey.